om dat beeldend aan te geven, als we alle informatie van het internet alleen al zouden uitprinten en we doen dat uh, enkelzijdig op font 10 en we stapelen dat op, dan kwamen we in 2009 zo'n beetje tot Jupiter. In 2010 gingen we het zonnestelsel uit. In 2011 gingen we het zonnestelsel uit en moesten we dubbelzijdig op font 8 bedrukken en gingen we terug door de zon. Analytics is een term die gebruikt wordt om informatie te filteren. Nou, dat klinkt heel abstract. Op het moment dat je achter je stuur zit in je auto, dan gebruik je verschillende stukken informatie. Je kijkt naar je gbs, je kijkt naar je dashboard. En je filtert heel snel de informatie waarop je beslissingen neemt. Dat doe je vooruitkijkend. Je kijkt niet in je spiegel waar je geweest bent, maar je kijkt naar je route. Je kijkt naar het verkeer, je kijkt naar de metertjes en je moet beslissingen nemen. En dat is wat analytics doet. Het ondersteunt het nemen van beslissingen. Het probleem is een beetje alleen dat die auto complexer geworden is. Een, een middenklasse auto die in 2012 geproduceerd is, genereert meer data alleen al bij het moment van starten en de eerste vijf kilometer die je gereden hebt, dan het hele Apollo 11-project, inclusief NASA, in 1969 deed. Dat is een hele hoop gegevens. Als je dat soort informatie wil gaan bekijken als bedrijf, dan is dat ver miljardvoudigd. Het gaat sneller, het komt sneller van de buitenwereld, het volume is groter en je kunt het ook niet allemaal meer opslaan. Je moet ook gaan kiezen wat ga ik van de buitenwereld analyseren, wat ga ik van mijn eigen traditionele informatie analyseren. En je moet ook omgaan met het feit dat sommige informatie heel gestructureerd is en dat andere dat je maar er moet uitwijzen waar het om gaat. Dat is waar analytics om gaat. Analytics in bedrijven, wat kan dat bedrijven opleveren? Bedrijven kunnen veel effectiever hun marketing bijvoorbeeld doen. Marketing, dat is toch het kijken in het hoofd van de klant en erachter komen wat hij eigenlijk wil. Door alleen te gaan luisteren naar de digitale stem van de klant op het web: in forums, in Facebook's, in uh, andere sociale media en dergelijke. En die te combineren met het gedrag van die klant dagelijks in winkels. Uh, zien we gewoon dat er bedrijven zijn, uh, ook in Nederland in de consumentenproductensector, uh, uh, die, die tussen de 2 en 4 procent verbetering in hun marketingresultaten krijgen en daar tussen de 8 en 10 procent kostenbesparingen uithalen? Dat zijn enorme getallen op het moment dat je dat gaat hebben over consumentenproducten. Um, het begint praktisch te worden natuurlijk in de gezondheidszorg. Het feit dat analytics in staat is om allerlei testresultaten jou, ver, uit het jouw verleden te combineren met dingen die je gezegd hebt, dingen die, die je niet alleen geroepen hebt in het formulier, maar die om jou heen gebeuren en in jouw behandeling te kunnen toepassen. We zien dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar ziektekostenverzekeraars samenwerken met medische instellingen om te zorgen dat jij betere, goedkopere, maar doelmatige zorg krijgt. Minder verblijfduur en dus gezonder er nog uit ook. Wat kan de overheid beleidsmatig doen met analytics? Overheid kan is natuurlijk in eerste instantie heel veel informatie verzamelen. Dus hoe kan je sneller informatie verzamelen en sneller, doelmatiger, effectiever, accurate vragen beantwoorden. Dat kunnen vragen en antwoorden aan de burger zijn. Dat kunnen vragen en antwoord voor beleidsondersteuning zijn. Goed voorbeeld in de Verenigde Staten is wat IBM doet met de State of New York voor de Hudson River. We kijken daar naar de kwaliteit van het water, we kijken naar de patronen die ontstaan, we kijken naar de veiligheid, de veiligheid van de verstevigingen en van ja, oorsprong tot monding. Uh, we doen dat preventief en proactief, dat je op tijd dingen niet alleen voor morgen kunt zien aankomen, maar eigenlijk hele lange termijn beleid kan maken. Um, Nederland is natuurlijk bij uitstek waterland, watermanagement, we hebben sensoren in dijken. Nou, Toekomstige ontwikkelingen om dat soort dingen verder op te pakken, om daar nog meer informatie uit te genereren, nog betere filters op te doen en ja, beleid verder te anticiperen, zijn natuurlijk mogelijkheden die daar te over voor liggen. Het lijkt alsof analytics speciale kennis en vaardigheden vereist. Klopt. Je, je aan de ene kant ondersteunend heb je mensen met een econometrie of een statistische achtergrond nodig. Aan de andere kant heb je beslissingsnemers, managers nodig die veel kunnen filteren en die filter vooruit kunnen pakken. Um, er is nu al tekort. En wetende dat, hoewel informatie uh, enorm aan het groeien is, wetende dat de complexiteit voor bedrijven aan het toenemen is, kun je automatisch dat tekort gaan voorspellen dat het alleen maar chronisch en groter gaat worden. In de Verenigde Staten alleen al uh, voorspellen analisten een tekort tussen nu en 2018 van een anderhalf miljoen managers met die kwaliteiten. Een kleine 180.000 mensen met een statistische achtergrond. En is daar de observatie dat het onderwijs niet snel genoeg opschakelt om die kwaliteit aan te leren? Nou, we kunnen deze projectie uiteraard meenemen naar Europa en naar Nederland. Dus ja, in hoeverre gaat dat daar toepassen? En gezien de hoeveelheid data groei hier, kunnen we aannemen dat het hetzelfde zal zijn.